Ruben Allersma. Ruben, hallo. Hoi. Zei het al even. Morgen is Forum eindelijk open. Dat betekent, we mogen de bioscoop weer in. Klopt. Maar veel mensen met mij hebben eigenlijk helemaal geen idee naar welke film we moeten gaan. Dus ik ben heel blij dat je er bent. Dank je. Allereerst kan ik me voorstellen dat veel mensen denken, wat een droombaan heeft die Ruben. Klopt. Hoe word je nou filmprogrammeur? Ja, ik denk een beetje doorzettingsvermogen en geluk. Maar je moet van film houden, uiteraard. En ik heb kunst, cultuur en media gestudeerd. Ik had niet zoveel talent voor het maken van film. En, heb je dat wel geprobeerd? Heb ik wel geprobeerd. En heb ik snel weer mee opgehouden. Ik vond het wel leuk om na te denken over film en te schrijven over film. En ik ben voor tijdschriftjes gaan schrijven en voor dagkranten van filmfestivals. Mm-hmm. En ik ben programmeur geworden bij Vera, Vera Cinema. Het kleine filmhuisje van het Poppodium. Ja. En ik werkte al sinds 2010 bij Forum Images. En daar ben ik begonnen als operateur in het 35 mm tijdperk. Knippen en plakken als bijbaantje. Oh, wauw. Deed ik dat van die filmrollen. Ja. En ik keek altijd heel erg op tegen die twee mannen die daar zaten, die verantwoordelijk waren voor het filmprogramma. En ik dacht, dat wil ik gewoon. Maar ja, toen moest ik nog flink wat jaartjes wachten voordat er één met pensioen ging. Ja, toen heb ik die kans gegeven. Ja, wat fijn dat je zo geduldig bent geweest dan, Ruben. Even voor iedereen, wat doe je dan als filmprogrammeur? Ja, als filmprogrammeur ben je de hele dag films kijken, denk ik, maar dat is vast niet zo. Nou ja, je moet sowieso veel films kijken, maar je bent verantwoordelijk voor de samenstelling van het filmprogramma van de bioscoop, van het filmtheater in ons geval. Mm-hmm. En je bepaalt hoe vaak een film draait, op welke dag een film draait, hoe lang een film draait en hoe laat een film draait. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk. En hoe kies je nou dan een film? Want dat doe je dus hier voor Forum. Wanneer denk je, oh ja, oké, die gaan we doen? Nou ja, wij zijn natuurlijk een filmtheater. Dus we hebben een kwalitatief arthouse aanbod. Mm-hmm. Dat staat voorop. En een film moet gewoon goed zijn, uiteraard. En je wil films vertonen waar voor mensen het leuk vinden om bij ons naar de bioscoop te komen. En de beste situatie is natuurlijk een combinatie. Dat je en een knijtergoede film hebt, waar ook heel veel mensen voor naar de bioscoop willen komen. Ga jij dan ook naar van die glamour, fancy filmfestivals om alvast dingen te bekijken? Ja, dat hoort erbij. En is het dan echt dat je denkt, oh, Reese Witherspoon, oh, Kate Winslet, hey Ruben, op zo'n carpet? Nee, ze kennen mijn naam niet. In ieder geval, maar Niet? Ik ben in 2019 voor het eerst naar Cannes geweest. Oké. Okay. En dat was echt een jongensdroom. Dat was echt geweldig. Maar het is niet dat je champagne met Leonardo DiCaprio drinkt de hele nacht door, zeg maar. Maar wat doe je dan wel? Nou ja, je kijkt vooral heel veel films. Een collega die uit het land, die had ooit tegen mij gezegd van ja, Cannes is echt wel heel hard werken. Mm-hmm. Ik zou heel hard werken, wat bedoel je, joh? Maar toen ik daar was, toen begreep ik wat hij bedoelt. Want je gaat erheen voor je werk en je moet 40, 50 films kijken. 40 tot 50? In 10 dagen tijd. Okay. Want die komen allemaal de komende half jaar, gaan die uitkomen. En ik moet weten wat het is. Ik moet het kunnen beoordelen. Ik moet alvast nadenken over hoe we dat gaan inzetten. Ja. Maar om dat te halen moet je zo'n 4 tot 5 films per dag kijken. En in Cannes is het zo dat je voor bijna alle films minimaal 3 kwartier tot soms wel 2, 3 uur in de rij moet staan. Voordat je de film in kan. En dan is de kans dat je niet binnenkomt ook nog best wel groot. Dus het is best wel stressen om je bent de hele tijd aan het rennen en in de rij aan het staan. En er gaat mijn hele glamour beeld van jou. In Cannes is er een soort ongeschreven regel dat als je iemand kent, dat je dan daarbij mag staan in de rij. En dat is, alle Nederlanders kennen elkaar natuurlijk daar. Dus het is heel fijn als jij aankomt rennen en er staat een mega rij en op 1 kwart staat iemand die je kent. Dan ga je erbij staan. Maar als jij zelf al een uur in de rij staat, je ziet de hele tijd voor jou mensen aanschuiven in die rij en 5 meter voor dat je er bent, gaat het hek dicht, dan baal je wel flink. Ja, dan ik zou gewoon denk ik doen alsof ik iemand ken. Weet niet, geef je gewoon even als tip mee als je nog een keer naar Cannes gaat. Ja, en je bent gewoon elke avond ben je aan het drinken, want het is ook een heel netwerk gebeuren. Ja. Dus je slaapt 4 uur per nacht en om 7 uur moet je opstaan om weer in de rij te staan. Dus het is best wel hard werken. Het is gewoon topsport wat je doet. Ruben, we kunnen weer naar de film. Even heel snel, een tip. Gewoon een toffe film die binnenkort hier te zien is. Ja, Nomadland. Nomadland. Die draaien vanaf morgen. De grote Oscar-winnaar zou al heel lang geleden uitkomen in de bioscoop. Die kreeg corona over zich heen, net zoals wij allemaal. Maar die film die heeft op de plank gelegen heel lang. Die komt nu eindelijk op het grote doek waar die hoort. Wat fijn. Je moet naar de Oost, sowieso. Een soort Nederlandse Apocalypse Now. Ja. Oogstrelend geschoten. Echt
super indrukwekkende film. En je moet naar Promising Young Women. Oké, okay, we hebben even met jou meegeschreven. Ruben, er is ook een rooftop cinema hier op het dak van Forum. En ik heb begrepen dat jij wat leuks voor ons hebt. Ja, ik mag 2 vrijkaarten weggeven voor de allereerste. En wanneer is dat? 30 juni. Op 30 juni? Dan openen we met de Fargo. Die wordt 25 jaar dit jaar. Die wordt opnieuw uitgebracht. Het meesterwerkje van de Coen Brothers. Mm-hmm. En degene die nu als eerste mailt naar prijsvraag@forum.nl. Ja, nu. Ja, prijsvraag@forum.nl. Die krijgt 2 vrijkaartjes. Voor 30 juni. En het is meestal binnen 30 seconden uitverkocht. Dus ik zou maar snel mailen. En kunnen zien we jou daar dan ook? Sowieso. Dan kan je ook even oefenen met gewoon doen, iemand kennen en er dan naartoe lopen. Ja. Ruben, heel erg fijn dat je er was. Dank je. Graag gedaan.